Ja, ontzettend blij mee. Het was vorige keer de verrassing dat het niet door bleek te gaan. En het is fijn dat het weer op de agenda is gezet, want ja, alleen op deze manier kunnen we de otters in het groene hart een toekomst geven. Ik denk dat het heel goed nieuws is voor de otter, dat er nu maatregelen worden genomen waardoor er echt minder otters doodgereden gaan worden. Want dat verwachten we en ik denk dat het een helder signaal is. NGS gaat het opnemen in de begroting, dus dat gaan we gewoon regelen. Kijk, oernatuur heb je natuurlijk niet meer in Zuid-Holland. Dus alles moet bijgehouden en onderhouden worden. En dat otters toch in die gemaakte natuur tevoorschijn komen, ik denk dat dat echt een felicitatie is. Dat is alleen maar toe te juichen. De provincie moet diep in de buidel tasten voor de 6 otters die in de Nieuwkoopse plassen leven. Voor de tegenstanders in de Provinciale Staten is dat ook de voornaamste reden om de tunnels niet te willen. De aanleg ervan kost namelijk 30.000 euro. Nou, het is sowieso veel geld, dat voorop. Maar we zijn in Nederland bezig om de natuurgebieden aan elkaar te verbinden. Dat vraagt om maatregelen. Dat doen we niet voor niets. Dat doen we om een soort als de otter een toekomst te geven. En het is ook, het drukt nu op de begroting, maar je gaat ervoor zorgen dat je de komende tientallen jaren een duurzame verbinding hebt voor de otter. En dat is goed nieuws. En nu aan de otters vertellen dat die tunnels er komen? Ja, was het maar zo makkelijk. We hebben zelf nog nooit de otters in levende lijven gezien, alleen op camerabeelden. Maar otters lopen 10 kilometer per nacht. Dus we vermoeden ook dat ze nu gewoon langs die rasters lopen om te kijken van, kan ik hier ergens doorheen? Ja, dat wordt nu geblokkeerd. Maar op het moment dat daar die tunnels inkomen, dan is het in één keer raak, weten ze te vinden en gaan ze er doorheen.